Ja, erg, ja, ja, ja. Nou ja, het is een ethisch probleem. 100.000 gulden heeft Bush geaccepteerd. Maar hij is niet gekozen. Republikeins partij. Dat is het punt. Hij is niet gekozen. Dus eigenlijk weggegooid geld. Was hij nou herkozen? De deal van de eeuw. De KLM. Al die landingsrechten voor $100.000. En de dollar stond toen 1,28. Dus dat is 128.000 gulden. Dat is ongeveer de prijs in een quiz. En iemand die zich nu zo inzet voor Somalië, die moeten we hier niet mee lastigvallen. Maar dat werpt toch ook helemaal geen smet op de KLM? Op onze KLM toch niet? Toch goed dat ze zich van commentaar KLM is toch wel betrokken in een schandaaltje. Ja, maar dat kunnen zij toch. Nee, wacht even. Bernard. Onze prins Bernard is toch geen commissaris meer bij KLM? Was hij al nee dan? Nou, ik weet het niet. Pieter van Vollenhoven. Van Vollenhoven? Van de gevleugelde vrienden. Pieter van Vollenhoven. Oh nee, dat was de luchtvaartraad. En daar mocht hij al niet eens in. Nee, dat is er niks aan de hand. Oh, niks aan de hand. Dat is een andere ding aan de hand. Welkom bij de 100ste Cake op de Week. Wat ging zeg. En dat dit toch de vierde eenzame kerst wordt van Salman Rushdie. Laten we daar nog eens over. Dan zouden we er eerst niks aan doen, hè, Sinterklaas, Henk en ik, omdat de kinderen doen er ook niks aan dan Sinterklaas. Nou ja, wat zou je dan met z'n tweeën nog met Sinterklaas doen? Ja, aanvankelijk zouden we er dus niks aan doen, Luus en ik, want de kinderen zijn het huis uit. Dus wat zou je eraan doen als zodanig? Maar ja, zaterdagmorgen krijg ik toch een beetje de kriebel van beetje kaal er niks aan doen. Nou had ik die advertentie zien staan met die aanbieding, dus ik denk, ga toch eventjes de stad in. Misschien is dat wat voor Luus. Gistermiddag krijg ik toch ineens de kriebels. Dus ik denk, ik ga toch even de stad in, even kijken, een banket staat of zo. En stapels, banketstafel nog, en letters, want de mensen doen er niet meer van, hè. Dus ik koop een banketstaaf en ik loop naar de bus. En ik denk, verrek, kijk nou, dat is echt ziek en etalage. Ik denk, nou, dat is voor Henk. Enfin, we hadden gegeten, we zouden net gaan zitten. Toen zegt Luus, ja Henk, we zouden er niks aan doen, maar de Sint heeft dit bezorgd. Groot pak. Voor Henk, gedicht erbij. Misschien komt het ongelegen, maar dit is voor Henk om gezond te bewegen. Ik zeg, nee, het is niet waar. En hij zegt, het is niet waar. En hij naar boven en komt hij terug met precies hetzelfde pak en een gedicht erbij van voor Luus is gezond, voor een mooie kont. En dan hebt de man ook een lekkere strakke pan, want hij is dan heel sensueel, Henk. Hè? En ja, dat zijn dan van die dingen, dat is zo wonderbaarlijk. Dat krijg je na 24 jaar huwelijk, heb je dat, die dingen. Hadden we elkaar toch precies hetzelfde cadeau gegeven? Gek, hè? Leuk ook. Precies hetzelfde. Ja, volgend jaar 25 jaar getrouwd en dan gebeuren die dingen. Luus, kom even zitten erin. Gaan we de cadeaus proberen. Spannend. Reuze blij mee, hè? Kijk eens even. Hè? Hoe kom je op het idee? Hoe kom je op het idee? Ja, goed. Dat zal niet bij toe. Gewoon zitten, hè? Gewoon zitten en dan maar. Ah, het is even een slag, hè? Het is een lekkere beweging. Ik geloof maar dat het gezond is, hè? Als we rond in hand eerst oefenen, hè? Ja. Omvallen. Oh ja, ja. Even kijken, gaan we kijken. Kom hier. En handig ook, je kunt ze overal mee naar binnen nemen. Leuk, hè? Ik ben er zo blij mee, Luus. Met de fiets hier die op hoort. Zo'n leuk cadeau. Gewoon mee naar binnen nemen. Zullen we... Hartstikke leuk, hoor. Potje thee drinken. Ja, en even lekker bewogen. Aan kerstmis doen we niks. Hé, Luus? Nee, ja, dat is een afzienklaas. Zo. Ik voel het wel in mijn benen. Nou, hè? Lekker, hè? Lekker, hè? Nu
heeft Nederland eindelijk een landbouwexportartikel waar mondiaal vraag naar is. En dan gaat justitie de nederwietteelt op grote schaal aanpakken. Ja. Dom. Nee. De nederwietteelt op grote schaal. Dus de teelt op grote schaal gaan ze aanpakken. Ja, maar het wordt aangepakt. Ja, maar wat is grote schaal? Terug in de 60's. Heers Berlin is natuurlijk niks gewend. Dus een paar planten op een achterbalkon is voor hem al grote schaal. Daarom is het heel begrijpelijk dat de kleine nederwietboeren boos zijn. En morgen een protestdemonstratie op het Binnenhof beleggen. Ze gaan er met bakfietsen naartoe. Heren, goedenavond. En dan keepers in Nederland. Ja, ik wilde even vragen. Bent u nog van plan in de Keek op de Week iets te doen aan het rechtsradicale geweld in Duitsland? Hoe bedoelt u? Nou, dat u iets zegt over die neonazistische skinheads. Sorry. Nou, waren we niet, wel, maar niet u echt, kent mij niet. Mijn naam is professor Dr. Hommes. En ik zou desgewenst hoor commentaar kunnen geven op het extremisme. Dus in Duitsland, in Europa, of we daar in Nederland beducht op moeten zijn. Ja. Daar zou ik wel iets over kunnen zeggen. U bedoelt als commentator? Ja, ik krijg de indruk dat we deze week in kranten en tv-rubrieken veel commentatoren hebben gelezen en gehoord. Ja, dat ik dan begin dus bij de Weimar-republiek. Nu een hele andere situatie is. Ja. En dat die Duitsers hun Tweede Wereldoorlogsverleden nog moeten verwerken. En dat achter de uitingen van die neonazistische skinheads, het antisemitisme, dat daar geen ideologisch gedachtegoed achter schuilt. Dat de kijkers denken van, oh, zit het zo in elkaar en het valt wel mee allemaal. Ja, nee, dank u wel hoor. Ik geloof niet dat het nodig is. Oh, ja. Dat is dan jammer. Ja. Nee. Waarom hadden wij u moeten vragen? Dat zit zo. Ik ben hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Ach. En nu is uitgekomen dat velen van ons, waaronder ik, naast ons normale inkomen ook nog privélessen frauderen eigenlijk. Ah, 1250 gulden per zoek uur. Zoek ik dus een andere bijverdienst. Ja, ja. Wij hebben qua commentaar als... Keek op de Week. Ja, qua commentaar als zodanig hebben wij wel voldoende. Ja hoor, we zitten vol. Bedankt. Of wilt u het misschien iets originelers? Dat ik bijvoorbeeld wetenschappelijk aantoon dat Adolf Hitler niet heeft bestaan. Dat hij nooit heeft plaatsgevonden. Hè? Dus ik bedoel, Hitler als vervalsing, als verzinsel. Dat mannetje met die spuugbroek en dat snorretje niet heeft kunnen bestaan. Nou. Dat foto's en films met Adolf Hitler, dat allemaal vervalsingen zijn. Nee. Dat is een aardige theorie. U zou daar in Keek op de Week optie mee baren. Ja. Ik zou daar een boek over kunnen schrijven. Ja, dat denk ik nou, wel. Nou ja, internationaal lijkt me dat wel een klapper. Ja, ja. Dank u wel hoor. Goed, het is jammer. Dank u wel, ik ga de quiz doen. Nee hoor, sorry. $128,000, dames en heren. Hoeveel landgenoten zou je met dat bedrag niet uit de problemen kunnen helpen? Maar helaas, al dat geld kan slechts gewonnen worden door één enkele quizkandidaat. En daar is hij, Lex. Voorzichtig, Lex. Deze kant uit. Hier moet je zijn. Kom er maar bij. Goed zo. Ja, Lex, je weet het. De 8e ronde van Kiek op de Week is een blindfold test. Ja, het zijn weer de donkere dagen voor kerstmis. Hè? Ja, we gaan even kijken of je werkelijk niet ziet. Hoeveel vingers steek ik op? 4. En hoeveel nu? 2. Maar je kan ze echt niet zien, hè, Lex? Nee, dat raad ik gewoon. Dat is een gave. Hè? Goed. Waren het er 4 en 2? Ja. Goed. Lex, geluk. Op het kiekpaneel verschijnt nu een actuele foto van deze week. En jij moet middels 5 vragen raden wat dat voor foto is. Akkoord. En je tijd gaat nu in. Eerste vraag. Is dit nog steeds Keek op de Week? Dit is Keek op de Week. Dan moet het een foto zijn waar ik tegen moet zijn. Dat kan niet anders. Staan er mannen op de foto? Er staan inderdaad mannen op de foto. Zijn het Nederlandse mannen op die foto? Dat zijn Nederlandse mannen op de foto. Geen ondervoede Somaliërs of Bosnische krijgsgevangenen. Nou, eens kijken, wildgevolgen zijn, lubbers zullen het ook niet zijn. Dat ligt te veel voor de hand. Neonazi's zijn er in Nederland nog niet. Zijn het anonieme mannen misschien op de foto? Het zijn anonieme mannen op de foto, Die bouwvakkers die geholpen hebben bij de treinramp in Hoofddorp. Dat zou te positief nieuws zijn. De protesterende boeren, daar durven jullie niks tegen te zeggen. Staan er slechte mannen bij op de foto? Dat je echt zegt, slechte mannen, dat zijn op de foto? Er staat inderdaad
één slechte man op de foto. Aha, één slechte man op de foto. Is het dan die foto van de gebeurtenis waarvan Joop van Zijl in het journaal vrijdag helemaal uit zijn bol ging toen hij riep dat het net een film was, dat we eindelijk Miami Vice hadden in Nederland bij Vinkeveen, de aanhouding van één van de vier daders van overval in Utrecht, waar we nou al dagenlang in de kranten op de televisie ontzettend trots en blij mee zijn, met als enige smet op de prette dood van de politieman? Lex, helemaal goed! Zo! En jouw blinddoek mag nu af! Ho. Zo, nou, Lex. Kunnen we weer zien, mogen zeggen. Geweldig, Lex. Was geweldig. Ja, helemaal goed. Het is een gave. En heel goed dat je het wist, Lex. Ja. Want anders, joh, zou jij dwars door je plateautje in ons ondergrondse bassin met 20.000 liter tomatensoep zijn gevallen. Nou ja, je moet alles één keer meemaken in je leven. Tot de volgende keer. Dag. Tot de volgende keer, toch, dat ik... Het laatste taboe, openlijk zeggen dat steuntrekkers frauderen, is nu ook gesneuveld in de Tweede Kamer. Kamerlid Linschoten van de VVD was er dus ook als de kippen bij. Sorry, daar gaat technisch iets mis. Dat krijg ik er zo gauw niet uit. Dan moeten we het zomaar proberen. Kamerlid Linschoten van de VVD was er dus ook als de kippen bij om het nieuws van de massale fraude van commentaar te voorzien. De staatssecretaris heeft een aantal dingen gedaan die naar mijn overtuiging leiden tot minder aandacht voor de fraude. Mag ik u er één voorbeeld van noemen? Vroeger hadden we een subsidieregeling om sociaal rechercheurs bij de gemeente neer te zetten. Die heeft deze staatssecretaris ondergebracht in het Fonds Sociale Vernieuwing. En dan ziet u... Nee. Sorry. Dat krijg ik er niet 1, 2, 3 uit. Jammer. Ik had een vlijmscherpe aanval willen doen op die Linschoten. Dat ontzaglijke, arrogante hoofdje van de VVD. Die omhooggevallen bankbediende. Die nou kritiek heeft op de uitvoering van de bijstandswet, maar die er notabene zelf in de tijd voor heeft gezorgd middels een amendement dat de uitvoering van die bijstandswet werd bemoeilijkt. En dat kereltje wil nu een spoeddebat volgende week. Dat een hoop gemeenten dat geld aan andere dingen gaan besteden dan aan sociale recherche. Eerlijk gezegd, ik vind het zo nog wel te verdragen. Met dat overhemmetje, met die afwijkende borden. De chic van de beursemployé. Maar dat is niet fair. Je kunt niet iemand aanvallen die je niet recht in de ogen kunt kijken. Dus ik laat het hierbij. Sorry voor de technische storingen. En die Linschoten, die zet ik nog wel eens op zijn nummer. Van detail is dat het bijvoorbeeld in Groningen gebeurd is. Dus de staatssecretaris heeft lang niet in alle opzichten voldoende adequaat ingespeeld op de fraude. En onze kerstboom thuis ging nog zo glazen. Voel nog bemaalde prikken op mijn kin. Wanneer ik eens per jaar erop mocht blazen, dan zat toen nog een echte toeter in. Vraag jij vandaag de dag zo'n kerstrompetje, dan kijken zij of ze je fout verstaan. En geven ze er een met zo'n toepetje, zoals deze. Een mondstuk zit er al gemeens mee aan. Te steken en voor heel het kerstgebeuren. De engels een bazuin vergoed verstom. Versiering in godsliederlijke kleuren. Geen wonder dat die hein op mij niet komt. Geen wonder dat de hein op mij niet komt. Geen wonder dat de hein op mij niet komt.
zonde, hoor. De illegalen in Nederland kunnen eventjes opgelucht ademhalen. De jacht op een nieuwe kudde zondebokken is geopend, de uitkeringstrekkers. Uit een steekproef in Groningen bleek dat er behoorlijk wordt gefraudeerd. Het aantal controleurs als zodanig zal dus moeten worden opgevoerd. En Kijk op de Week nam een eigen steekproef onder 5 sociaal rechercheurs zomaar in een gemeente ergens in Nederland willekeurig. En dat de heer is Hendricks. Meneer Hendricks. Belast met de opsporing van fraude. Meneer Hendricks. Hendricks! Meneer Hendricks, kan het raampje even open? Fijn. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Hendricks. Meneer Hendricks, u bent hier Hendricks Jan, geboren 1604-1948. Klopt, ja. Ja? Wat bent u momenteel aan het doen, meneer Hendricks? Nou, momenteel hou ik dat gebouw daar in de gaten. Uh-huh. Omdat daar een cliënt van de sociale dienst, een uitkeringstrekker dus, als zodanig... Ja. Waarschijnlijk betaalde arbeid verricht. Ja. Althans, daar moet ik mij dus van vergewissen als zodanig in mijn hoedanigheid. Ja. Ja. Hoeveel van die gevallen hebt u nou vorige maand gecontroleerd, meneer Hendricks? 28. Ongeveer 1 per dag. Het is uit aanpoten. Ach, hoe is het dan mogelijk dat u op uw declaratieformulier 82 behandelde gevallen hebt gemeld? Wie zegt dat? Dat zeg ik. De heer Van Kooten van het Simplistisch Verbond. Wij hebben namelijk een paar bestandjes aan elkaar gekoppeld. En daar rolden een paar leuke gegeventjes uit over de heer Hendricks Jan. Waar was u bijvoorbeeld eergisteravond? Eergisteravond? Ja. Ja. Toen verliet ik de stad om een fraudeur te volgen die elders betaalde arbeid ging verrichten. En daarom declareerde u 280 autokilometers. Ja. Maar wat deed u dan diezelfde avond in de stad in Café Blasé? Ik zou het niet weten. Nou, zou het niet wij weten. Wel, meneer Hendricks. Toen heeft de heer Hendricks Jan een gezellig potje gebiljart in het café waar Jan Hendricks junior achter de tap staat, terwijl uw zoon al sinds 2 jaar een uitkering krijgt, meneer Hendricks. En zogenaamd uitwonend is, hè? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. U zegt dat u de afgelopen week gedurende 3 dagen de heer Mastenbroek heeft gecontroleerd, die notabene de directeur is van de sociale dienst, en a priori geen uitkeringstrekker als zodanig, hè? Dus de heer Mastenbroek zullen wij ook met een bezoekje vereren. Helaas, Wij weten genoeg, meneer Hendricks. Wij weten Dank genoeg. U wel. Dank u wel, meneer Hendricks. En uit deze steekproef blijkt dat 1 op de 5 sociaal rechercheurs, belast met de opsporing van fraude, zich schuldig maakt aan fraude. Deze Kijk op de Week steekproef werd overigens gehouden in Goes, waar deze week de burgemeester oneervol werd ontslagen wegens fraude. Zus, heb jij de zak hem daar gelijk? Ja, de zak staat klaar. Ben je nou nog niet zwart gesminkt? Nou, daar wou ik graag zo lang mogelijk mee wachten, Jet, want het schrijnt zo, hè, dat spel. Oh, nou, jij mag ook wel als Sinterklaas, maar dat hebben we geprobeerd en jij kunt het niet. Nee, ik kan het niet. Nee. Ik heb het niet in me of zo. Nee, jij hebt geen overwicht, hè? Nee, ze zijn niet bang voor zus, ze zijn niet bang voor mij. En dat is toch het wezen van Sinterklaas, hè? Oh ja? Ja. He, dus lekkers en cadeaus krijgen die krangen al genoeg het hele jaar. Maar op 6 december, en dat is de verjaardag van Nicolaus, he, niet die ordinaire 5e, maar die veel stijlvollere 6e, dan moet Sinterklaas hier door de buurt gaan om de kinderen die dat verdienen eens flink op hun donder te geven. Maar de ouders stellen onze komst helemaal niet op prijs, hoor je? Dat kan mij geen kaatsenbal schelen, zus. De meesten doen geen eens open. Oh, nou. En heel veel kinderen worden voor de veiligheid uit logeren gestuurd, hè? Op 6 december hier in de buurt. Wacht even. Hoe heet dat rotjoch van nummer 9 met die beugels, hè? De jongste van de hartchirurg, dat is Richard, ja. Richard. Moet je horen, hè? Sint kwam in Spanje laatst ter oren dat Richard vaak de poezen plaagt. Je kunt het villa's verder horen als hij ze bij hun nekvel draagt. Ah, leuk. Piet, geef Richard met de roe en tot troost een letter toe. Nee, ik geef ze niet, ik ga ze niet slaan, Jet. Ik ga niet dat zoals vorig jaar voor de grootste moeilijkheden met... Dat is de Sinterklaas gedachte. Ik ga niet meer met de roe geven. Niet in het gezicht, nee, maar een paar fikse petsen op de billen. Maar Jet, dat moet. Het werkt toch uitsluitend averechts ons optreden? Hè? Waar worden nou altijd de meeste ballen over het hek geschoten? Hier. Waar wordt de vuilnisbak omgekieperd? Hier. Waar stoppen ze vuurwerk in de bus? Hier. Ja. Jij spreekt ze op 6 december toe als Sinterklaas. Op 7 december staan ze in onze skimmia's te plassen. Ja. Maar daar moeten we toch niet voor wijken, zus? Het heeft toch geen zin meer? Nee, zus.
Nee, daar moeten we niet voor wijken. Wij moeten de Sinterklaasgedachte niet te grabbel gooien en dergelijke. Sinterklaas is al te grabbel gegooid. Je hebt op de lijnbaan slaan jongetjes van 10 jaar Sinterklaas in elkaar. Ze tuigen hem af en zijn knecht staat erbij te lachen. Ja, het is waar, dat is toch tekenend hoe er over Sinterklaas gedacht wordt? Ja. Dus ik doe het niet meer. Je loopt ook risico. Ik scheid ermee uit. Ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer, ja. Piet, ik speel geen Sint en Piet meer. Punt uit. Heb ik geen Piet meer? Nee, je hebt geen Piet meer. Je laat me toch niet in de steek, zus. Mijn hemeltje, wees nou toch wijs, Jet. Sinterklaas bestaat niet meer. Het is over en uit. En je mag het ook helemaal niet, Sinterklaas, spelen met je cholesterol. Je mag het niet, Sophie. Doe het dan toch ook niet. Wat leven we toch in een snecht wereld. Ach, dan schijt toch uit, Jet. Count your blessings, lieverd. Ja. Count your blessings. Ja. We hebben elkaar toch nog? Ja, dat is waar. Maar ik zie ook zo op tegen de kerstdagen en dergelijke. Nu de nichtjes ook niet meer komen. Nou, weet je wat we dan doen? Dan gaan we er lekker samen een paar weken uit. Gaan we er gewoon tussenuit. Ja. He? Samen? Ja. Wat zullen we doen? Lekker warm naar Spanje? Lekker warm? Ja. Ja, is jou dat nou ook opgevallen? Wat op? Als zodanig. Ik heb dat in deze uitzending zeker 8 keer gehoord. Ja. Mensen zeggen dat. Als zodanig. Ik denk als zodanig. Ja. Wat ik betrap er zelf ook op, hoor. Zeg je vaak. Ziet er zo uit. Als zodanig. En is dat wel goed Nederlands? Dat vragen we even aan de Neerlandicus Dr. Kipping. Dr. Kipping, we hoorden de afgelopen week er een heleboel mensen zeggen dat zij dachten als zodanig. Ja, dat hoor je. Hè? Als wie dachten zij? Nou, men zegt vaak, ik denk als zodanig. Ik geloof als zodanig. Ik hoop als zodanig. Mm-hmm. Oh, dat is mij nog niet ter oren gekomen. Is dat een popgroep? Wat? Zodanig? Dat ze zich ook kleden als zodanig, jongelui? Als hoedanig? Als de popgroep zodanig? De popgroep zodanig? Nee. Nou ja, je had een aantal jaren terug toch ook een popgroep Doe Maar. Oh, dat zodanig ook is samengesteld uit zo en een volledig deel van doen. Nee, zodanig. Dat niet. Nee, men denkt als zodanig. Maar het is dus geen popgroep. Nee. Nou, dat kan dan niet. Men kan niet denken als zodanig. Nou, dat wilden we maar even weten van u in uw hoedanigheid als Nederlandicus. Hè? Ja, fijn. Dat kan dus niet. Ja. Nee. Kijk, men kan wel denken als zodanig. Al wel. Ja. Maar dan moet men zich vergelijken met iets of iemand dat zodanig heet. He, dus de popgroep zodanig. Ja. Of een Surinaamse voetballer. Zodanig. He, wat zodanig. Ja. Dus als zodanig, dusdanig gebruikt, dat is dus onzin. Als je zodanig, hoedanig gebruikt? Nou, zodanig. Als zodanig, als zodanig is dus fout. Nee, met als zodanig is niet mis. Oh. Zolang als zodanig, zodanig gebruikt wordt, dat het als zodanig betekent. Ja, maar wat betekent als zodanig dan als zodanig? Dat betekent op zichzelf beschouwd. Ah. Dus zodanig is als zodanig een goede popgroep. Maar het is geen popgroep. Alleen die laatste LP valt mij persoonlijk wat tegen. Ja. Dus als zodanig is op zichzelf beschouwd als zodanig. Ja, in die kwaliteit. Dus denken als zodanig is onzin, want dan denk je als jezelf. Ja. Ja. En ja, volgens mij kan dat niet. Hè? Want nee. Je kunt helemaal niet als een ander denken. Nee. Dus denken als zodanig, dat is dus als zodanig onzin. Slaat nergens op. Ja, dat hangt er vanaf in welke hoedanigheid iemand als zodanig denkt. Ja. Als iemand zegt, ik ben de aanvoerder van de popgroep zodanig. Ja. En als zodanig vind ik de laatste langspeelplaat van de popgroep zodanig van een dusdanige kwaliteit, hè, dat ik zeg, Pietje Patje Poel, dan kan het weer wel. Ja, nou, fijn. Maar dan is het misverstand als zodanig uit de wereld. Uit de wereld. Bedankt. Ja, het is misschien toch beter dat we in het vervolg die taalvragen schriftelijk stellen. Ik heb niets tegen een gesprek als zodanig, maar als we met z'n drieën erover gaan praten, dan raken we maar voortdurend in een grotere verwarring. Ja, dat is waar. Ze raken er danig van in de war. Ja. En dat is niet de bedoeling. Nee, maar een schriftelijk antwoord maakt ons programma er als zodanig niet visueler op. Hè? Maar we zullen erover nadenken als zodanig, Dr. Kipping. Fijn, dank u wel hoor. Dank u. Ja, kijk. Schuifdeuren als zodanig kunnen iets afsluiten. Ja. Ja. Maar als ze dan op een dusdanige wijze dichtgaan, dat ze samen één deur vormen, dan zijn ze als zodanig geen schuifdeuren meer. Natuurlijk niet. Nee. Natuurlijk niet. Fijn. Nee. Nou, dit was het. Logisch. Als zodanig. Tot de volgende cake. Nee, dit was het. Tot de volgende cake. Als zodanig. Als zodanig. Tuurlijk.